Ruim 4 jaar geleden nam de regering Santokki Brunswijk het roer over met een duidelijke missie. Suriname redden en het land weer op de kaart zetten. Het volk had gesproken en koos voor een nieuw beleid, een frisse start. Suriname bevond zich op een cruciaal kruispunt en begon aan een fase van herstel die de basis zou leggen voor een stabiele en welvarende toekomst. Na deze belangrijke herstelfase bracht de regering stabiliteit en legde de basis voor duurzame ontwikkeling. De resultaten zijn merkbaar en tastbaar. Aanzienlijke economische successen zijn behaald en het buitenlands beleid heeft ervoor gezorgd dat de internationale reputatie van Suriname is hersteld. Door strategische partnerschappen en diplomatieke inspanningen zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan voor handel en samenwerking. Connectiviteit en infrastructuur staan hoog op de agenda. Investeringen in wegen, bruggen en digitale netwerken zorgen ervoor dat niemand wordt achtergelaten. Of u nu in de stad, in een district of in een ver ruraal gebied woont, iedereen wordt meegenomen op de weg naar vooruitgang en welvaart. De regering heeft zich ook ingezet voor de versterking van onze democratische instituten en de rechtsstaat gewaarborgd. Door capaciteitsversterking van belangrijke instituten is er een stevige basis gelegd voor goed bestuur en transparantie. Surinames historische grondconversie en milieuinspanningen tonen aan dat het duurzame ontwikkeling centraal staat in het beleid. Er wordt hard gewerkt aan het behoud en de bescherming van onze natuurlijke rijkdommen, terwijl wij tegelijkertijd economische groei nastreven. Een ander belangrijk speerpunt is de ontwikkeling van de offshore olie- en gassector. Met een concrete visie werkt de regering aan het benutten van onze natuurlijke hulpbronnen, wat bijdraagt aan economische groei en zelfredzaamheid. De regering Santokki Brunswijk werkt onvermoeibaar aan een toekomst waarin iedereen meetelt en niemand wordt achtergelaten. Samen bouwen we aan een sterker, duurzamer en welvarender Suriname. Van crisisbeheersing naar stabilisatie, groei en duurzame ontwikkeling met durf, moed en leiderschap. Thank you.